Welkom allemaal bij een nieuwe video van de Road to 2,5 miljoen dollar. En weet je wat ik gelijk ga doen? Ik ga gelijk even deze auto stelen. Ik zie hem staan, ik wil hem hebben. Misschien is het trouwens verstandiger om die andere auto te stelen. En zij zitten filmen hoe ik een auto steel. Wacht eens even, Jess. Kom eens even terug. Misschien was het verstandiger om die auto te stelen, aangezien ik die kan verkopen. Maar in ieder geval, welkom terug bij weer een nieuwe episode van Road to 2,5 miljoen dollar. We beginnen gelijk met de missie Sightseer. Stop an organization collecting all the packages. Gaan we zo meteen doen. Waar ik het eerst eventjes over wil hebben is... over deze serie. Dit is episode 24, als ik het goed heb. Zo niet is het een tikkertje gênant. Maar bij episode 25, de volgende episode, zat ik eraan te denken om misschien een XXL episode te doen. Ik heb het jullie een tijdje geleden gevraagd wat jullie daarvan vonden. En best wel veel mensen waren positief. Dus ik dacht, weet je wat? We gaan het zo doen. Als jullie willen dat ik de volgende episode een XXL variant maak, dus een video van een uur of zo, dan gaan we kijken of we kunnen strijden voor 2000 likes. Ik denk dat dat zeker moet lukken, gezien het feit dat we toch meestal wel het dubbele, nou niet dubbele, ja ook het dubbele, en dat we zeker wel ongeveer 10.000 views halen op een video, moet 2000 likes wel haalbaar zijn denk ik. Dus als jullie willen dat we een XXL episode maken voor episode 25, dan probeer maar eens te kijken of wij voor de 2000 likes kunnen strijden. Ik denk dat jullie het kunnen en dat zou ik super tof vinden. We zijn nou onderweg naar deze missie. Is dat een persoon die rondrijdt of wat is dat? Geen idee. We gaan eens even een kijkje nemen. Dat is ook een dikke auto. We hebben ook nog steeds 5000 tokens die ik had gekregen van... van een casino missie de vorige episode, maar die heb ik nooit gebruikt. Want toen had ik de episode beëindigd en ik was vergeten dat ik nog tokens had. Dus die kunnen wij straks misschien nog even opmaken. Of misschien hebben we dadelijk eerst nog een andere missie gaan doen. Zodat we iets meer tokens krijgen. Maar dat zien we wel. We gaan eerst even kijken wat hier gaande is. Het lijkt behoorlijk rustig. Ik vind het verdacht rustig. Oh, dit is wel een speler. Ik dacht, oké. Yeah, ik kan stikjes. Zal ik stikjes doen? Oh, waar rijdt hij in? Rijdt hij? Oh, I don't know. Weet je wat? Oh, shit. Als die raak is, dan ben ik echt geniaal. Waarschijnlijk niet. Nope. Fuck. Ik dacht dat hij stil stond. Hij leek zo traag te rijden. Oh, en nou... Ja, hij is uitstapt naar Blasie Meijer, of als hij slim is. Nee! Ah, goddammit. Weet je wat? Heb ik wapens? Ja, ik schiet hem wel gewoon af. Ik wil hem proberen te snipen. Toen zag ik dat ik eraan kwam. Toen wilde ik een minigun pakken. En het enige wat ik kon... Oh. You fucked up, dude. Wait, what? Schoot ik hem niet raak? Are you kidding me? Hallo, meneer. Ik kan hem net niet raken. Ik kan hem net niet raken daar. Oh my god. Dat is... Ah, got him. 6.500. Oké. Dat was wel degelijk de moeite waard. Ik zat eigenlijk maar een beetje met de flauwekul een beetje te tobben. Wat? Nou, we hebben gelijk 6.500 verdiend. Lekker geld. Easy money. Aangezien we hier toch zijn, gaan we ook gelijk even kijken voor een gangauto. Dat hebben we de vorige episode toen ook gedaan. Dat beviel mij best wel prima. Kijken of er nou iets anders staat. En er zit helemaal niks. Misschien hier. Er zijn 3 parkeerplaatsen waar ze kunnen staan. Dus die eerste, de tweede en dit is de derde. En het is 3 keer niks. Aha. Oké. Wat zullen we nou eens even doen? Ik zag nog een bounty. Ja, die is er ook nog steeds. Maar die zit boven in de map. Misschien is het verstandig voor mij om eerst even naar het ziekenhuis te gaan. Een stukje verderop. Dan pakken we daar een helikopter. Ik ga zelf niks bellen. Ik ga er maar gewoon vanuit dat daar een helikopter staat. Zo niet, dan... ja, dan niet, hè. Ik vergeet altijd waar het ziekenhuis is. In ieder geval, ik denk altijd dit gebouw. Maar het is het gebouw hier, oh. Ik vind het wel een beetje lullig dat ik die dude heb afgeschoten. Maar ja, hey. Dit is GTA, jongens. In GTA ben je nooit veilig. Oh. Er is iemand onder ons. Ik weet niet wat die hier komt doen. We hebben wel een helikopter. 2 stuk zelfs. Weet je wat ik doe? Ik ben benieuwd. Wacht. Wat doet hij? Lijkt op dat hij naar boven komt. Ik ga voor de grap. Daar de dingen. Ik ben benieuwd of iemand hier naar boven komt.
Ik hoop dat ik snel genoeg weg kan zijn, want dit is waarschijnlijk zijn buzzer. En ik wil hier al snel weg. Komt daar die ladder? Hij komt niet die ladder op. Oh. Ah, jammer. Ik had gehoord dat hij die ladder op zou klimmen. En dan daar over mijn proximity zou lopen. Ik wil zometeen ook nog even langs het casino gaan. Want ik heb echt het idee dat wij vandaag geluk gaan hebben in het casino. Want de vorige episode heb ik ook niet gegokt, volgens mij. Ik had voor $2000 gekocht of zo. Een heel klein bedrag. Maar ik wil vandaag eigenlijk wel een beetje grover gaan gokken. Ik weet niet of dat verstandig is. Het is een beetje afhankelijk van of wij een beetje geld verdienen vandaag. Want ik wil natuurlijk aan het einde van het liedje wel geld overhouden. Ik zie iemand op de minimap waar ik niet zo heel happy van word. Waar is die dan? Huh? Oh, die is daar. Oké. Niet bij mijn bounty in de buurt tenminste. Mijn bounty, zeg ik ook. Hij is van mij! En de bounty is ineens weg. Wat? Wait, what? Hij is er wel, hij is er nog wel. What the fuck, hij heeft een tweede ineens. Hij zit hier. Kan ik lock op hem, please? Waarschijnlijk lockt hij op mij. Hij loopt daar. Oké, dan ben ik fucked. Ik ben fucked. Ik ben fucked. Er is een andere $5000 bounty gezet. Wat is nou verstandig? Want ik kan je niet garanderen dat dit niet goed afloopt. Ik ga het proberen. I don't care. Ik heb niks te verliezen. Come on. Schiet me uit de lucht. Oh, ja. Hij schiet mij letterlijk. Ah! Hij neemt het heel letterlijk. Ik schiet me uit de lucht. Hij schiet me letterlijk bijna uit de heli. Oké, weet je wel. I've had enough. Dit is zinloos. En ik weet ook niet eens waarom ik het probeer. Ik wil het op een badass manier doen. Waar is hij? Mikey! Oké, weet je wat? Oké, prima. Kom maar. Kom uit dat bosje, jongen. Ik ga niet lang aan moeilijk lopen doen. Ik ben erachter dat ik niet kan snipen. Ik ga het ook niet eens proberen. We doen het makkelijker. Ik heb een $9000 pound geclaimd. Het is ineens hier gigantisch druk. Waar komen al die mensen vandaan? Kijk dan. Heb de map. Er was net niemand hier. Jesus. 3 weeks later. Boys, welkom terug. We zijn weer terug bij GTA. Of in ieder geval voor jullie is het nog steeds dezelfde video. Maar voor mij is het weer 2 dagen later. De reden is omdat ik tussendoor ben gaan eten. En toen ben ik gestopt met recording. Ben ik daarna gaan streamen. En zo kom ik ook in deze outfit. Dit is mijn nieuwe superhelden outfit. Die krijg je als je 100... als je 100 verschillende poppetjes in de map vindt. Dus misschien dat jullie dat hebben gezien in de stream van zondag. Afgelopen zondag. Maar ja, we zijn dus weer een nieuwe lobby gejoined. Er is momenteel een King of the Castle gaande hier. Daar wil ik eigenlijk wel heen gaan. Er is er ook een motortje. Die gaat er volgens mij niet heen. Dus we gaan eens even kijken bij de King of the Castle. Ik wil vandaag ook kijken of we nog die die ene missie kunnen doen met die rocket car die we de vorige keer gefaald hebben. En ik moet ook even een beetje rekening houden dat ik niet de video te lang maak. Want de vorige episode die was echt belachelijk lang. Het was 50 minuten lang. En de grap van alles is dat ik in het begin van deze episode zei dat ik een keer een XXL aflevering wilde maken. In principe was de vorige episode was al een XXL aflevering. Misschien was het verstandig geweest als ik van tevoren even een andere auto had gepakt. Iets met flinke guns erop. Want ik neem aan dat hij mij gelijk zal opblazen op het moment dat ik hier om de hoek kom. Ik zag hem daar lopen. Yep, that's what I'm saying. Weet je wat? Hij staat naast die auto. Ik weet niet of ik hem kan hitten. Ja. Ik blies hem op, want ik zag dat het een shitty auto is. Het is niet van hem. Wat? Nou, de vraag is, moet ik hier boven zijn? Of hier beneden? Ik heb geen idee. Ik moet hier boven... Oh. Hij staat rechts van mij. Take over. Dat bedoel ik. Hij schoot er maar, jongen. Hij stond daar, ja. Ik weet niet of ik body armor heb. Ik heb body armor. Ik heb verder alleen geen healing, denk ik. Nee. En dan gaan we dat proberen op te blazen. Fair enough. Ik denk dat ik hier gewoon lekker blijf staan. In de hoop dat ik hier gewoon zo lang mogelijk kan overleven. We zien wel. Wacht. Ik hoop dat het werkt. Nope. Ik moet hem kunnen zien. Oh. Oh, nee! God damn it. Ik kon niet aimen. Maar dit is best wel een lastige spot. Ook voor hem dadelijk. Gezien het feit dat je daar omhoog moet klimmen. Snel.
Rome blijven schieten. Hij loopt zo meteen best in. Ik kan net zeggen, Rome blijven schieten. Hij kan geen kant op. Ja, dit is een hele lastige. Het is een beetje afhankelijk van de spawns. Ik heb nou een spawn in mijn rug. Dus... Ja, dit... Oh, hij zit daarboven. Ah. Ik denk dat hij mij niet kan hit. Nou... oh, wat? Ik ben aan de andere kant van de muur. Ga fietsen. That's some bullshit. Oké. Jongens. Het spel is afgelopen. Er zit iemand achter mij met een motor. Hopelijk blaast hij hem op en niet mij. ik ga dood in die motor. Dat weten we allemaal. Come on, snel. Waar spawnt hij? Hij spawnt achterbij. Ik kan toch niks doen zo snel? Kijk. Daar kan je toch niks tegen doen. Oh mijn god, ik ben een fucking idioot. Daar kan je niks tegen doen. Hij spawnt achter mij. Ik moet een fucking ladder opklimmen. Zolang ik gewoon kan zorgen dat er niemand anders heen kan, dan zit ik in principe ook goed. Ik heb een score van 55, wat niet gigantisch veel is. Want hij kan gewoon op het dak landen waarschijnlijk. Oké, nou, jij bent een loser. Kom! Gaat het niet ver? Ik heb legit geen health. En er is een spawn aan beide kanten. Achter en voor mij momenteel. Niet weer. Twee man. Links en rechts. Hij kan gewoon onder mij komen als je slim is. Ik hoop dat ze elkaar gaan afschieten. Waardoor ik gewoon lekker punten kan verzamelen. Dat is een beetje het perfecte scenario momenteel. Ik weet ook niet waar die persoon spawnt. Dat is altijd het grootste risico. Ah, I'm fucked. Nee, ik wist niet dat hij al boven was. Nee. Ik wist niet dat hij al boven was. Fuck. Oké. Waar zal hij nou gaan zitten? Ah, shit. Nou hebben we dus hetzelfde verhaal wat ik net had. Heeft hij nou. Hij zit lekker boven en ik moet die andere persoon afknallen. Wait, hij zit helemaal niet boven. Waar is hij? Hij is helemaal geen punt aan het maken. Hij heeft maar 5 scoren. Wat is jij aan het doen dan? Ik heb geen idee. Ik heb oprecht geen idee wat hij aan het doen is. Hij is in ieder geval geen punt aan het maken. Oh, hij zit helemaal boven zeker. Eden? Nee. Ik vind het zo wel handig. Hij is mooi met die andere persoon in gevecht. Ik sta hier letterlijk te wachten. Ik hoef helemaal niks te doen. Oh. En weer naar de andere kant. Ik hou de hele tijd in de gaten waar die andere persoon spawnt. Want, na. Ik wil hem op zich ook wel gaan killen. Misschien dat ik dat daar ook doe bij de laatste minuut. Ah, shit, I'm fucked again. Fair enough. Ik heb hem en hij heeft mij. De timing. Het moment dat ik juist de andere kant op loop, komt hij eraan. Dat was timing, dude. En dan wederom weer elkaar aan het killen. Als ik hier gewoon gebruik van kan maken, dan ga ik hier gewoon heel vrolijk. La 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 la. Ik weet niet of dat gaat lukken. Het blijft eng. Oké, we pakken weer mijn body armor erbij. Er valt niet heel veel van te zeggen verder is. Ik ben hier gewoon aan het wachten. Ik kan kijken of ik iemand kan snipen momenteel. Daar loopt die man. Hij gaat in die auto. Kijk dat ding. Daar kan ik niet doorheen schieten. Dat ding is volledig armored. Wat is dat voor ding? Jezus, wat een gedrocht. Achter mij. Het enige wat ik hoef te doen is wachten. Hij moet mijn kant op komen. En ik hoef in principe niks te doen. En dat is het mooiste van dit. Ik weet ook niet... Oh, daar komt iemand anders aan. Met je laser gun. Dat was dezelfde guy. Wat kwam je ineens weer doen dan? Nee. I'm fucked. Dit is zo irritant in de game. Dit is zo irritant. Ik ben verdoemd. Er is momenteel niet heel veel wat ik kan doen. Behalve hopen op het beste. En ik ga dood. Dat is weer die laser gun. Oh, what the fuck. Hij is wel echt de ultieme scumbag, though. Want als je kijkt wat hij allemaal heeft. Hij heeft de vliegende motor. Die gepantserde auto. Een laser minigun of zo, volgens mij. Ik weet niet of dat hetzelfde guy is. Maar volgens mij wel. Ik wil naar boven, maar ik kan hier niet naar boven. Kan ik via deze kant ervan naar boven? Nope. Want er moet achter mij bij die auto. Dat is mijn auto, by the way. Als ik ergens een plek heb waar ik snel dood kan gaan, is het hier wel.
Je hoeft er alleen maar een granaat in te gooien of te schieten en dan ben ik fucked. Maar ik wacht de laatste 50 seconden af. Er is voor mij geen reden tot paniek. Ik sta zo ver voor, er is niemand meer die mij nou nog in kan halen. Probeert hij mij te hitten trouwens? Hij probeert mij inderdaad te hitten. Zal ik hem gewoon afschieten dadelijk? Ik kan hem niet... Hij schiet de hele tijd op de hek! Wat een schaap! Oh, daar heb je hem. Hallo meneer! What? Wait, what? Kan hij erheen schieten? Ik kan er niet erheen schieten! Wat? Even dood in mijn rug, zoals die andere guy. Dat was bullshit. Ik kon daar niet erheen schieten. Oh wel. Wij staan zo ver voor. 300 punten. Tegen 5. Nou jongens. Nou. Ik ben benieuwd hoeveel we hiervoor krijgen. We gaan het nou eens zien. 3, 2, 1. $13.500. Dat zijn lekkere centen. Oh. Nope. Kijk mijn health, by the way. Jesus. Die vent heeft mij gelezen. Ik ben verdoemd. Kan ik hier afspringen toevallig? Want ik ga het hier niet overleven. Ik hoop dat ik dat parachute nog heb. Kijk of ik hem hier kan pakken. En dan ga ik gewoon springen. Oh, ze hebben mijn auto opgeblazen. Oké. Okay. Ik weet niet of ik die kan overleven. Nee, niet daar. Irritante game. Doe wat ik wil. Ik wil daarheen. Yes. En dan open. En er vandoor. Waarschijnlijk word ik niet oud. Maar hey, een mens kan hopen, toch? De ultieme ontsnapping. De ultieme ontsnapping. Ik blijf expres aan de kant, zodat hij mij misschien niet kan zien. Hey, zo doen we dat, boys. King of the castle. Let's go. Prachtig. Prachtig. Er is momenteel nog een andere bounty op de map. Dus ik denk dat dat ons volgende slachtoffer gaat zijn. Maar dat was wel leuk. Dat kan lang. Ik vind dat wel leuk, die King of the Castle dingen. Vooral als je er met 3 man bent. Als je dat met veel meer doet, dan is het heel erg irritant. Want dan kun je letterlijk gewoon het kasteel niet overnemen. Omdat je continu gewoon gekild wordt. Maar met 3 man is het op zich nog wel te doen. Zijn er mensen bezig bij dat ene ding? Dit. Ja. Het is goed dat we daar niet heen zijn gegaan. Kijk of een man niet... Nou ja, 3. We waren net ook met 3. We kunnen even kijken. Ik ga er wel even langs. Kijk even wat dat precies inhoudt. Ik heb dus nou geen body armor meer. En ik heb geen health meer. Of in ieder geval mijn laatste body armor heb ik gebruikt. Dus die gaan we zo meteen even bijhalen. Ik kan zo meteen ook heel even nog naar het casino gaan. Oh. Ik zou zeggen, ga op het geluid af. Dit kan nooit goed gaan. Het is hier knijten druk ineens. Is dit een gang? Er zijn die 3 mensen dezelfde kleur. Ik weet niet of dat een gang is of niet. Hallo. Oh, er komt nog een aan. Oké. Okay. Waarom zien hun mij niet? Hallo? Hallo? En ik kan hem niet hitten. Oh, en hij valt. Oké, interesting. Ik weet niet of iemand hier op het dak zit. Er zijn hier zoveel mensen. Ik weet niet waarom ik hier ben. Echt niet. Daar loopt iemand. En ik ben dead. Ik hoor een explosie. Zit iemand op het dak met een rocket launcher? I knew it. Ik had het niet gezien en ik wist wat er gaande was. Dit is zinloos. 4 mensen waarvan 1 crew met 3 man. Na. Ik ben wel goed, maar ik ben niet zo goed. En ik ben ook wel superheld, maar ik kan niet vliegen. Als dat nou eens kon, hè. Dat zou fijn zijn. Oh, fuck. Dit is een ubermacht. Die leveren volgens mij wel veel op. Ik ga deze even verkopen. Waarom niet? Ah, shit. I'm dead in 3, 2, 1. Waar de fuck is die guy? Oh, die is daar. Oh, wow. Hallo. Waarom kan ik niet op het? Die fucking motor. Ik schiet hem gewoon af. Waarom doe ik moeilijk? Waar is hij? Ah, dit is zo... Ah, er zijn er 2. Oh, scumbo. Hey. Hey. Waarom? Ik kan niet op hem aimen. Er is geen aim. Game. What the fuck? Er is geen auto aim. Komt omdat hij nog steeds bij die motor is? En ik weet dat die motor OP is, maar dit slaat alles. Ik heb slecht nieuws en ik heb nog slechter nieuws. Het slechte nieuws is mijn auto is weg. En het nog slechtere nieuws is... die motor blijkt dus nog sterker te zijn dan ik eigenlijk al had verwacht. Want van dichtbij kan je mensen heel erg makkelijk omduwen, wat je dus zag. En ik heb geen aim op hem. Oh! Hey, bedankt hè. Maar ik kan op hem niet aimen, omdat er geen auto aim is. Dus het enige wat hij hoeft te doen is mij omduwen. En vervolgens af te stappen. En me afschieten. Exact wat daar net gebeurde.
Dat is best wel broken. Ik vraag me af of ik deze auto kan verkopen. Dit ding levert natuurlijk al heel veel op. Maar ik ben er vrij zeker van dat dat niet zal werken. Maar ja, dan kunnen we weer op ons lijstje zetten van waarom de MK2 OP is. Het zou zo simpel zijn, hè. Gewoon auto-aim activeren op die motoren. Problem solved. Problem solved. Oh, daar is die Ubermacht weer. En nogmaals, ik denk niet dat ik dat ding kan verkopen. Dat ding levert veel te veel op. I guess. We kunnen even kijken. En this vehicle is too hot to modify. Wat een verrassing. Heb je hier ook iets staan? Wat is dat? Dat is ook wel een dikke bak, die SUV. Ik denk dat die Ubermacht inmiddels wel weg is. Ja. Yeah. Oké, dan pakken we ook gewoon die SUV, die verkoop ik. Het gaat er maar om dat we even snel wat extra geld kunnen cashen. De rest boeit me niet zoveel. Yep. Want volgens mij is het ook een Audi of een Mercedes of iets dergelijks. En die merken zijn altijd duur. Volgens mij is het een Audi. Ja, OB. Vaak kan je aan de merken wel zien of de auto veel oplevert. In principe een beetje hetzelfde verhaal als in het echt natuurlijk. Een Audi levert meer op dan een Ford. Oké, hoeveel krijg je hiervoor? Hier, 8.500. Easy. Hij stond letterlijk op de parkeerplaats. Het enige wat ik over dit doen is in te stappen en hierin te rijden. Nice. Nicely done. Motorcycle Club held. Wat? Ik heb helemaal niks gedaan in die area en ik heb 2.500 gekregen. Omdat ik er 1 seconde in liep net. Want ik schoot daar toen 3 man af. Ik liep in dat ding en ik werd gelijk gekild omdat die mensen opnieuw respawnen. Maar oké. Nou ja, dat is helemaal leuk. Dank je. Wederom, deze auto's kun je niet verkopen, mocht je dat afvragen. Anders had ik dat wel gedaan. We kunnen even naar onze club gaan. Er staat momenteel, of ligt momenteel voor $1400 aan geld in de kluis. Kunnen we daar even checken. Daarna rijd ik denk nog geld van het casino toe. En dan denk ik dat ik deze episode weer beëindig. Zal ik dat doen? Het is een beetje lastig, omdat ik dus niet weet hoe lang de vorige opname was. En ik wil mijn video's niet te lang maken. En ik heb het idee dat ik dat telkens doe. Paige? Stop met bellen. Ik heb geen terabyte, oké? Ik heb dat geld niet. Nou, ik heb het geld wel. We hebben bijna $5 miljoen. En je zou je misschien afvragen, rode 2,5 miljoen en je hebt al bijna 5. Ik blijf het elke episode uitleggen. En er komen telkens nieuwe mensen bij, wat natuurlijk volledig normaal is. Maar de serie gaat puur over het geld dat ik in de episode verdien. En het geld dat ik daarnaast heb, staat er compleet los van. En ik heb momenteel dus 5.000 in de game. Of 5 miljoen. Hoppakee, 1400 extra. Maar ja, die 5 miljoen ben ik gewoon aan het sparen voor nuttige auto's. Bijvoorbeeld binnenkort komt de Krieger uit. Waarschijnlijk als deze video online staat, is de Krieger er al. En dat wordt de nieuwe beste auto in de game. Rim. Dit is de... Weet je ding ook weer? Ah, ik kom er gewoon niet op. Dit is een van mijn favoriete auto's in Forza. Ik kom er gewoon niet op. Jullie weten exact hoe deze auto in het echt heet. Ik heb hem zo vaak genoemd ook. In ieder geval, dit is dus dezelfde auto als in Forza. En die vind ik super, super fijn. De bounty is nog steeds. Er vliegen momenteel een motor heen. Dus dat is volgens mij al een verloren strijd. Protect munitions. Oké, er is ook nog iets anders gaande. We kunnen ook daarvoor kiezen om daarheen te gaan. The longest freefall challenge will begin shortly. Daar gaan we niet aan deelnemen. Vind ik persoonlijk niet zo erg leuk. Waarschijnlijk is dat wel beter om te doen. Simpelweg omdat dat meer oplevert dan die bounties. Anders zijn... Of die waren $2000 bounties. Dus het levert letterlijk niks op. Maar ik hoop altijd dat we een beetje in een leuke achtervolging gaan. Die andere persoon net gaf het eigenlijk al gelijk op. Nou ja. Oké, I guess. Oké. Maar het liefst heb ik gewoon een spannende achtervolging. Ik denk dat ik net beter een andere auto had kunnen kiezen. Dit ding rijdt wel lekker. Maar hij is gewoon niet super, super snel. En we zijn sowieso te laat voor die gunrunning shipment. Wat op zich ook niet zo'n groot probleem is. Want we moeten deze kant toch oprijden. Maar die dude rijdt in een armored auto. En ik kan hem sowieso niet bijhouden. Dus dat is echt al genoeg. Oké, we zijn er bijna. Nou is het verstandig om te kijken waar hij nou precies is. Hij zit in de legerbasis. Ik denk dat ik via deze kant gewoon inrij. Het kan ook zijn dat hij in die tunnel zit trouwens. Daaronder. Weet je, ik rij wel gewoon rechtdoor dan. Want ik heb eigenlijk geen idee. Best lastig om te zien of hij nou onder die tunnel zit of erboven. Ik zie er niks in de tunnel. Maar geen explosies, geen tanks, niks. Het zou wel verstandig zijn. Niet meer in de tunnel te zitten, maar... Nee, dat is niet verstandig. Ik wil zeggen met een tank, maar... Volgens mij vliegt hij daar, of niet? Dat is die bounty guy.
I don't know. Oh, hallo. Jesus. I'm fucked. I'm so fucked. Ik weet niet wie dit is. Nee, iemand heeft de bounty. Ik schiet hem even af. Gewoon voor mijn eigen veiligheid. Oh, nee. Oké, we zijn te laat. We zijn letterlijk te laat. Zijn shipment is al destroyed. Niet door mij, by the way. Door iemand anders. Waarschijnlijk dat ik wel destroyed word binnen nu en niet veel van tijd. Weg hier. Weet je wat we doen? Aangezien we toch bij de legerbasis zijn, ga ik toch even die longest fall challenge doen. Al win ik hem hier, kom ik op de leaderboard, krijg ik toch weer cash. Maar net te laat, man. Zowel de bounty als de shipment werden tegelijkertijd een beetje opgeblazen. Slechte timing. En het is longest fall challenge. Dus je moet eigenlijk een jet hebben en letterlijk de lucht in gaan. Gewoon recht de lucht in. Boys! Boys! Goed nieuws! Er is ergens... Oh, fuck! Dat is niet goed nieuws. Ik wil explosies. Oh, dat is een tank. Oh my god. Ik had net zo graag mijn eigen ding kunnen pakken. Ik heb een Harrier. Daar komt ineens een tank tevoorschijn. Er is een $5000 bounty. Die is ergens in de stad. Ik wil eigenlijk die bounty heel graag hebben. Oh, dit is hoogste. Prima. Nee! Are you kidding me? Oh my god. Ik sprong uit mijn jet. Ik raakte mijn jet aan, waardoor die gelijk insta dood was. Are you kidding me? Dat was een knuffel, man. Dat was oprecht een tikje van niks. I'm salty right now. Dat is zo messed up. Oh, bounty meneertje is er weer. Hallo, of bounty zeg ik nou. Motor meneertje. Ik heb een motor. Ik heb echt zo'n schijt in die mensen. Ik ga gewoon in passion mode. Als jij een motor moet pakken, sterf. Nobody likes you. Ik kan gewoon niet hoger dan dit. Mijn vliegtuig heeft er heel veel moeite mee, omdat ik dan de stijl vlieg. En dat kan je niet handelen. De bounty is er dus ook nog steeds, maar die motor die zit er ook naast. Dus, F hem. Iemand heeft even 2500 gehaald. Wat? Nou ja, we gaan springen. Het is maar dat ik in ieder geval op de leaderboard kom. Klein beetje cash vang. Ik vind het nog steeds lelijk wat er net gebeurde. En hij telt hem niet. Hij telt hem niet. Nice. Ik open hem wel. Kan ik hierop landen? Wacht. Op de kraan. Nee, ik kon op de kraan. En er loopt iemand voor mij. Ja, hij telde mijn sprong niet. Dus het was toch allemaal verdoemd. Ik weet niet wat hier gaande is. Ik zie hier twee mensen naast elkaar. Eén was die motor guy. Die inmiddels geen motortje meer heeft. Dus nou weet je waarschijnlijk niet wat hij moet doen. En die andere is de bounty. Waarschijnlijk zijn het vriendjes van elkaar. Dat ze elkaar helpen. Oh. Oh, hij snapt er niks van. Dat die persoon ondergronds zit waarschijnlijk. Dat is de reden. Get fucked. Geen medelijden van motormannetjes. Geen medelijden. Maar ik weet waar die zit. Ik weet exact waar die zit. Ik heb alleen geen vervoer. Dus heel lang ga ik dit waarschijnlijk niet uithouden. We hebben een auto nodig. Dit is waarschijnlijk niet de meest ideale auto voor dit. Maar het is het enige wat ik momenteel kan vinden. Dus we gaan die tunnels in. Ik weet dat hij in de tunnels zit. Het probleem is, hij weet dat ik kom. En ik weet niet waar hij precies zit. Want er zijn heel veel tunnels. Dus waarschijnlijk word ik of gewoon gelijk opgeblazen of wat dan ook. Maar ik wil toch even kijken of hij daadwerkelijk daar zit. Gewoon uit nieuwsgierigheid. Jongens. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar de persoon heeft suicide gepleegd. Hij is eruit. Wat een... Waarschijnlijk wist hij dat ik die kant op zou komen. Hij is doodgegaan. Hij is gerespawned. Ik weet dan niet of hij nou weer beneden is. Of toch boven spawn. Hij is... Of hij is op de brug. Dat kan ook nog. Ik denk dat hij nou op de brug zit. Ik heb dit ook een keertje gehad. Toen zat ik in die tunnels. En toen ging ik dood. En toen spawnde ik er buiten. Alleen het probleem is, hoe kom ik nou op die brug? Echt, er zijn hier zoveel verschillende wegen. Dat is zo onduidelijk. Hij rijdt nou vandoor. En ik heb ook nog deze crack auto gepakt. Nice. Oké, hij komt mijn kant. Weet je wat ik doe?
Ik doe het niet veel, maar ik ga nou gewoon voor de sticky bombs. I don't care. We zullen zien of het lukt. Is ook altijd nog een raadsel. Komt, hij komt. Dit ding kan niet draaien. Dit is een boot. Een boot op wielen. Ah, ik ben dood. Nee! Dat is weer... is weer een motor guy. Waarom? Come on. Dat iemand anders een bounty heeft, I don't care. Maar waarom een fucking motor guy? Come on. Oh wel. Weet je wat we doen? We gaan richting casino. En het is weer mooi geweest. Maar ik denk wel dat ik gelijk had. Hij zat volgens mij de hele tijd onder de grond. Volgens mij heb ik gisteravond nog niet aan een rat gedraaid. Dus we kunnen dat ook nog eventjes doen. Dan gaan we dat eerst even doen. Hopelijk krijgen wij of geld of tokens. Eén van de twee. De rest, I don't care. Zelfs die auto hoef ik niet. Kijk, dit is de Nero die we kunnen winnen. In een vieze, toxic groene kleur. Op zich vind ik het een hele vette kleur. Ik heb hem ook op mijn 918. Maar voor deze auto niet echt. Even mijn daily reward ophalen. Ik zie dat ik momenteel ook nog 6000 tokens heb. Dus momenteel 7000. Met een klein beetje geluk dat we er nou ook nog 30 bij krijgen. 30.000. Maar ik moet zeggen dat de laatste tijd dat ik alleen maar RP krijg. En niet alleen ik. Dus ik denk dat ze iets veranderd hebben met dat wiel. En dat RP momenteel zo vaak naar voren komt. We gaan het zien. Alles behalve RP. Ik heb zelfs liever kleding dan RP. Ik krijg weer RP. Come on! Bijna 20.000 tokens. God damn it. Oké, nou, ik vergok nog even die 7.000 tokens die ik heb. En dan ga ik weer gedag zeggen. We kunnen hier nog een flinke slag slaan, hè. Jullie weten het. Je kan gigantische prijzen verdienen met dit. Maar ik denk niet dat dat bij ons het geval zal zijn. En hij loopt vast. Nice! Kan ik er dan tegenaan slaan of zo? Hij loopt vast. Help! Hey, we hebben een ank. Nice. Je kan daar links ook zien wat je kan krijgen. Best multiplier, die Pharaoh. 1000 keer. Dus als ik dan 2,5 inzet, keer 1000. Dat is een lekker bedragje. Maar ja, we gaan nog een keer. Ik blijf ook gewoon doen met 2,5 tot alles op is. Dat we er toch een beetje snel doorheen gaan. Interesting. Interesting. Examen. Een keer moet het gebeuren. Ik blijf van mening dat een keer dat we geluk moeten hebben. Ik ben alweer bijna door mijn cent heen. Ik doe 2 keer 1000 nou. En dan zijn we klaar. Ik heb echt het idee dat ik een keertje gewoon maar 500 inzet. En dan juist die jackpot krijg. Volgens mij is dat letterlijk gebeurd. De eerste keer dat ik prijs zat in die video toen. En that's it. We are broke. Maar volgens mij hadden we toen ook met 500 inzet. En toen wonnen wij. Dus dat was echt erg typisch. Maar ik kan in ieder geval hier weer de video beëindigen. Dus hopelijk hebben jullie genoten van een nieuwe video van Road to 2,5 miljoen dollar. Ik heb geen flauw idee hoeveel geld we deze episode verdiend hebben. Maar volgens mij zijn we alweer lekker op weg richting de 2,5. Dus ja, vond je dit een leuke video? Laat sowieso een like achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot al snel. Houdoe.